Hello and welcome to another HDR Entertainment YouTube video. This time it's review time. Considering my native language is Dutch, I will do this review in the Dutch language. For all the international viewers of this channel, I've added subtitles which you can set up with a push of the button below. En nu door naar de orde van de dag. Deze review gaat over de G&G GR16 120 rounds midcap magazijnen van G&G. De naam doet denken dat het normale M4 M16-achtige magazijnen zijn. Dat is deels waar. Ja, het zijn M4 M16-achtige magazijnen, maar ze bevatten een feature die ze anders maken dan het gemiddelde M4 magazijn. Wat mij als eerste opviel toen ik hem uit de verpakking haalde, was de solide bouwkwaliteit. Je hebt, zeker vergeleken met mijn KSC PDW low caps, echt wat in je handen en hij voelt zeer solide aan. Daarnaast stak de follower uit het magazijn, iets dat ik zelf nog nooit eerder gezien had, maar al vrij snel werd het principe hiervan duidelijk. Deze follower, hoe raar het er ook uitziet, zorgt er namelijk voor dat iedere BB die je erin doet ook daadwerkelijk kan worden verschoten in je replica. Oftewel, als je een magchange uitvoert, vallen er geen BB's meer op de grond. Nou, dit is allemaal leuk en aardig, maar zonder een test ook vrij nutteloos. Aangezien het hier een midcap magazijn betreft, gaan we de volgende dingen testen. Allereerst gaan we de capaciteit testen, daarnaast de feeding op single shot en als laatste de feeding op burst fire en full auto. Tevens wordt er bij de feeding test het mechanisme met de follower, zoals eerder besproken, ook al gedemonstreerd. Volgens de doos van de beschrijving zouden er 120 rounds in deze midcap moeten passen. In deze speedloader heb ik exact, zojuist handmatig, exact 120 0.25 grams extreme precision beeps gestopt. We gaan dus even kijken of ze er ook allemaal in passen. Zoals je ziet passen ze er alle 120 in. Zonder problemen, de laatste gaan iets moeilijker dan de eerste natuurlijk, maar ze passen er allemaal in. Oftewel, de capaciteit van deze 120 round midcaps is zoals beschreven. Het magazijn wordt uiteraard ook getest op zijn werking. Dit is 31 augustus jongstleden gedaan bij Paintball World Arnhem. Hier werd eerst getest op de feeding tijdens single shot. Welkom bij de test van de G&G 120 rounds midcaps. Zoals je hier ziet, dit zijn de midcap magazijnen en we gaan even testen op de feeding. Op semi. Zoals je ziet, nou is hij leeg. Want een van de features is aan dit magazijn, zodra hij leeg is, er komen geen BB's meer uit de macro vallen. Hij feedt iedere BB. Maar naast semi kan je natuurlijk ook full auto schieten. Hoe werkt dat in deze magazijn? Full auto. En zoals je weer ziet, hij is weer leeg. En ook geen enkele BB die eruit valt. Zoals te zien was in de voorgaande filmpjes, feedt het magazijn flawlessly in mijn eigen KSC PDW. Daarnaast heb ik de volgende plus- en minpunten weten te constateren. Een groot pluspunt is de solide bouwkwaliteit. Ze zijn weliswaar niet van metaal, maar door de hoge kwaliteit polymeer doen ze niet onder hun bouwkwaliteit. Eveneens is het gewicht maar nauwelijks minder dan van een metaal M4 magazijn. Verder heb je een uitstekende follower die zorgt dat alle BB's kunnen worden afgeschoten. Oftewel, zit je op een ammo-limiet, iedere BB die je bij hebt, wordt ook daadwerkelijk door je afgevuurd. Dat kan weer je leven redden in dit geval. Daarnaast, 120 rounds in de midcap is ook 120 rounds met dit magazijn. Geen gezeur dat je er 160 op verpakking staat, maar uiteindelijk maar 110 in kunnen. Gewoon 120 is 120, klaar. Een ander voordeel is dat er gewoon heel weinig speling is. Als ik hem in mijn eigen KSC PDW doe, dan is er bijna geen speling te merken. En in mijn G&G GK5C al helemaal geen speling. Dit is ook gelijk een van de nadelen van het magazijn. Hij is net iets dikker dan een regulier M4 magazijn, waardoor ze in sommige replica's vaster zitten dan je liever hebt. Dit type magazijn is leverbaar in verschillende kleuren, zoals ik hier heb, black en tan, maar hij is ook in volledig zwart, volledig tan of zwart en tan, dus omgekeerd voor wat ik hier heb. Mocht je na deze review interesse hebben, deze magazijnen zijn onder andere verkrijgbaar bij airsoft2go.com. Een link naar dit product op mijn site is terug te vinden in de description. Zijn er nog dingen expliciet over dit magazijn die je graag zou willen weten? Laat het me dan vooral weten in een van de comments onder deze video. Of spreek me aan op een scherm. Ik probeer dan je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Nou, bedankt voor het kijken. Feel free to subscribe, like de Facebook page of volg me op Twitter. Maar je kan natuurlijk ook een van mijn vorige video's bekijken. Tot de volgende keer.